Workout 28, 28A en 28B. En in deze volgorde worden de workouts ook uitgelegd. We gaan beginnen met workout 28. We gaan beginnen met een doorway stretch. Dus je kunt hem op deze manier. Deze stretchen. Lekker je borst door je armen heen laten vallen. 10 minuutjes. Dan heb je ook de calf stretch. Op deze manier. Waarom doen we dit? We gaan natuurlijk meestal rennen met de workouts of tussendoor rennen. Dus zorg ervoor dat je ook gewoon lekker rekken en strekken erin houdt. Je hebt daarna als een M-rep 5 minuutjes van 5 boxjumps. Dus je springt op een bankje in een park of een poef en er weer af. Zorg wel dat iets vast staat als je erop springt. Staat iets niet vast, dan maak je een step-up. Dan stap je erop en dan stap je eraf. Ja? Daarna heb je ook een hollow body hold. Dus in de hollow body. Dat wil zeggen, als dit je hoofd is, je schouderbladen zijn uit de mat. Het enige wat in de mat is, in de grond, is je onderrug. Ja, de schouderbladen die zijn eruit. Dit is, je kijkt naar je tenen. Denk je, hey, dit is te zwaar. Dan zorg je dat je je knieën iets meer naar je borst toe trekt. Ja? De onderrug moet ten alle tijden in de vloer zijn. Is deze beweging te uitdagend voor je, maak er dan gewoon sit-ups van, zodat het een veilige beweging blijft. Of een plank hold. Daarna krijg je een M-rep van 25 minuten. Je maakt 5 V-ups. De V-ups is wanneer je in die hollow hold positie bent. En je handen en voeten gaan met de schaar naar elkaar toe. Gaat dat niet, dan doe je naar je tenen reiken. Trek je je knieën naar de borst toe en dan haal je op die manier elke keer je voeten en je handen naar elkaar toe. Denk je, dat is natuurlijk voor mij nog iets zo begrepen, ga je in de butterfly sit-up. De butterfly sit-up is hetzelfde als een reguliere sit-up. Alleen dan zet je voetzolen tegen elkaar aan en laat je knieën opzij vallen in een butterfly positie. 5 stuks, daarna doe je 10 push-ups, dan weer 5 V-ups en daarna 10 dips. Bij de dips zoek je weer een bankje op of een poefje of wat dan ook. En je zorgt dat je kunt dippen. Een klein trucje kan ook al dienen. Zet je handen zo neer dat je vingers allemaal naar dezelfde kant op wijzen. Voeten vooruit strekken, breng je naar de vloer toe en terug. Ja? Belangrijk, je gaat niet helemaal zitten. Je mag wel met je billen de vloer raken, maar je houdt die spanning op je achterkant van je armen. Ja? Daarna maak je weer 5 V-ups en je sluit af met 10 step-ups of boxjumps. Dat ligt eraan, dus heb je een stabiel bankje of waar je op kan springen, gebruik die dan. Heb je geen stabiel platform, stap op, stap af. Ja? Zoveel mogelijk rondes in 25 minuten. Daarna krijg je als extraatje de Superman Crunch, de Reverse Crunch. En dat doe je 20-20-20-20. Rust wanneer je dat nodig hebt. Dus mocht je denken welke is nou de Reverse Crunch, Google al even Reverse Crunch en dan kom je er zeker uit. 28A voor de warming-up. Je hebt Cossack Squats. Cossack Squats is breed gaan staan en je zakt door. Doe je rechterbeen en je zakt door. Doe je linkerbeen op deze manier. Hoe warmer je wordt, hoe dieper je kan zakken. Je doet 3 rondjes, dus ik verwacht dat je de eerste keer iets minder gaat dan de derde keer. De derde keer moet je natuurlijk zo diep mogelijk proberen. Daarna doe je 8 push-ups met een twist. Dus je maakt een push-up, twist in naar het plafond, maak de push-up. Twist in naar het plafond, et cetera. Daarna doe je nog 20 calf raises. Dat is al simpel. Ga op een stoeprandje eventueel staan. Dan kun je nog een extra calf raise doen. Ja? De workout voor tijd. Je doet 30-20-10 van goblet lunge steps. Goblet, kettlebell voor je borst. En een lunge step. Op deze manier. 30 stuks, dus 15 rechts, 15 links. Daarna krijg je kettlebell, push press, dip, press, dip, press. Op deze manier doe je ook weer 30 stuks, 15 rechts, 15 links. Daarna doe je 30 rows. Op deze manier. Elleboog
mag langs het lichaam. 15 rechts, 15 links. En dan krijgen jullie de moeilijkste oefening voor de meeste. En dat zijn de dubbelanders. Ja? Dus touwtjes springen, dubbel draaien, één keer springen. Ja? Dan doe je 120. Dan ga je door naar 20, 20, 20. 80 dubbelanders. En daarna 10, 10, 10. 40 dubbelanders. Ja? Arix is natuurlijk met een kettlebell van 16 en 24. Ben je nog verschrikkelijk in je dubbelanders en je springt er nog geen één raak? Doe dan single anders, maar dan krijg je 4 keer de hoeveelheid dan dat je bij de double anders doet. In de uitleg van de Sportbit app zie je ook een scaling opties onderin staan. Lees dat goed door, dan zie je op goede manier hoe je het jezelf makkelijker kan maken. Ja? Kies je eigen niveau, je bent niks verplicht, maar ik wil wel dat je veilig beweegt. Ja? Vervolgens heb je een extraatje met een Tabata sit-up, dus een cycle. Tabata is altijd 8 rondes van 20 seconden werken. Dat ga je doen met sit-ups. Ja? En als laatste workout hebben we 28B. Je gaat 3 keer maximaal hoogtejumps doen, dus zo hoog mogelijk springen. Daarna doe je 5 BTN snatch grip presses. Behind the neck, press. Snatch grip wil zeggen dat je de brede grip hebt. Ja? En vanuit daar maak je 7 power positie power snatches. Vanuit de power positie wil zeggen eigenlijk vanuit je heup kom je eronder. Je doet dat 3 rondjes. Daarna ga je power snatches maken. Elke minuut maak je, of elke 30 seconden maak je 1 power snatch en doe je 10 minuten achter elkaar. En je probeert steeds zwaarder te gaan in het gewicht. De power snatches wanneer je begint halverwege scheenbeen, kijk naar voren en je vangt hem hoog op. 1 per half minuut. Ja? Vervolgens ga je door met een van de lastigste dingen van vandaag. Dat is de overhead squat hold. Voor 1,5 minuut kunnen jullie met een lege barbel of met een stok 1,5 minuut lang in je overhead squat blijven staan. Je moet hier zorgen dat je je blijft druk houden naar het plafond. Knieën goed naar buiten en probeer je borst door te sturen. Je blijft zoveel mogelijk rechtop. Hakken zijn op de grond en je blijft je focussen. Ja? Houd dit vast, zet een timer, niet smokkelen. Voor tijd komt de ergste workout van de week, denk ik. 250 stuks van de squat jump, dus jump squats. Op en neer, blijf gaan. Ja. Elke minuut ga je beginnen met maar liefst 8 handstand push-ups. Ga ik nu even niet doen, voordoen, maar die kun je terugvinden in de eerdere filmpjes. Handstand push-ups wanneer je hoofd op de grond komt en vervolgens weer uitklapt. Het mag in de kipping versie, maar het liefst natuurlijk de strikte versie. Voor iedereen die geen M-badje heeft, gebruik eventueel een hoofdkussen of een kussen dat je voor je hoofd in ieder geval zacht landt. Hier doe je 8 stuks, kan je dat niet, mag je ook 8 push-ups doen. Kan je dat niet, kan je ook eventueel 20 seconden plank hold doen. Ja? Dus kies je eigen optie. Heel veel succes op weg naar spierpijn. Good luck!